Mijn naam is Dirk Fransens en ik woon in Dordrecht. Ik doe nu eindexamen aan de Wakkers Academie te Amsterdam. Mijn grote passie is het schilderen van stillevens, voornamelijk met olieverf op linnen of plaat. Realistisch en in een rustig tempo. Het werken hieraan vormt voor mij een heerlijk contrast met de hectiek van het overige bestaan. Ik vind het altijd weer fascinerend bij het schilderen hoe het witte doek op een moment een fase ingaat waarop er een ingang is en ik naar binnen kan, het schilderij in. Vanaf dat moment werk ik van binnenuit, ben ik als een klein mannetje die in het schilderij met kwast en verf rondloopt en daar de wereld schept. Aan de kwast is verf nog verf, maar eenmaal opgebracht wordt het materie. Geweldig! Concentratie is dan niet nodig. In die wereld in het schilderij is het stil en rustig. Ik kan genieten van het licht, de kleur, de ruimte, de samenhang der dingen en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden en gedragen. Voorwerpen worden vaak tot wezens, die bijvoorbeeld beschermen of afstoten. Het is tenslotte net een echte wereld. Als het u lukt in mijn werk te stappen en daar een tijd te genieten van rust, stilte, kleur en licht, dan zou ik dat fantastisch vinden.